heb mij gestort op de projecten met het webnet van de firma Jacob. Het inox staalkabelnet, toegepast in verschillende soorten van borstweringen, leuningen, groengevels en zo verder. Ik adviseer vooral de klant over hoe zijn leuningen er dan heel specifiek en heel gedetailleerd er al moeten uitzien om daar net te kunnen plaatsen. De juiste ogen, de juiste eindconnecties, de juiste overspanningen. Zoals je kan zien achter mij is dat de aanleg van een nieuwe moestuin voor de gemeente, als ook een sociale tuin die ook nog eens een keer toegang geeft tot het dakpark bovenop het dak van de Colruyt hiernaast. Dus een gecombineerd project. Dus eigenlijk is het een stadsvernieuwing van de gemeente Elsenen. De architect die op het idee komt en dan bekijkt hoe hij zich toch een redelijk luchtige staalconstructie kan bouwen, waarin dat de mensen zich kunnen bewegen op hoogte, want het gaat hier toch wel tot 10 meter hoog, en zich veilig voelen achter de inox gaaswand. Je ziet het eigenlijk niet als je niet weet dat het er is, en toch is het veilig en toch kunnen planten daarop klimmen. We zijn in Oostkamp, het station wordt momenteel gerenoveerd en er worden ook twee spoorlijnen extra aangelegd, zodat de stoptreinen kunnen stoppen zonder dat intercitytreinen last hebben van die stoptreinen. Met NS werken wij samen voor het plaatsen van webnet, want enkel de leuning zou niet voldoende zijn, want dan kan je er nog doorvallen. Dus in dit geval is er een leuning gevraagd met webnet, wij kunnen dat zelf niet plaatsen, dat besteden wij dan weer uit aan NS. Vermits dat er gekozen is voor een kabel van 16 mm, is dat een kabel die op maat moet worden gemaakt in de fabriek. Die kunnen we hier ter plaatse niet op maat voorzien. En dat op maat maken was wel even een bizarre stukje om exact te weten hoe lang die kabel moet zijn. Dat mag geen 2 cm mis zijn of het lukt niet. De netten op zich kunnen we ophangen aan die kabel en daarin zijn we gewoon helemaal bedreven. Dit zal een groengevel worden. Hier komen allemaal planten opgegroeid, zodanig dat ze niet op een betonnen muur kijken, maar op een mooie groene gevel. Het webnet heeft ook voldoende attesten en is daar ook op geattesteerd dat het sterk genoeg is om planten tot wel 50 kg per vierkante meter te kunnen dragen. Daar worden echt schoonmoederproeven op gedaan. Als ze fysiek merken dat het net wel doorbuigt, maar dat je daar nooit door zal vallen. Het is heel slijtvast, het is heel duurzaam, het roest niet, het is van de beste kwaliteit inox. Niet de eerste keer dat we met Menne samenwerken. Samenwerking verloopt vlekkeloos, het is een bevoorrecht partner.